Nat en blubberig. Nat en blubberig. Zwarte cross, hè? De Zwarte Cross. Nu is het nog rustig, maar zo dadelijk verwachten ze hier 113.000 bezoekers. Meer dan 1000 voertuigen gaan over dit parcours en ze hebben 20 podia. Dit is de Zwarte Cross 2009. Aan het einde van de stad staat een huis aan zee. Meter is dit, Fleur. Ja. En dan komt hij daarop. Dan komt hij daarop, ja. Dat gaat hij doen, denk jij? Ja, ja echt. Zou jij durven? 15 verdiepingen? Ja. Fluitje. Tuurlijk, ja. Bluffkikker. Ja. Nou ja, het ziet er nu al hoog uit, maar wil je echt een voorproef van hoe hoog het daadwerkelijk is? Wij zijn al eerder naar boven geweest met de organisatoren van dit festival, Gijs en Henk Jan. Nou, op hoofd van zee. Welkom aan boord. Small step for man, giant leap for mankind. Gentlemen, we have a liftoff. Uh-oh. Dat doet hij anders nooit. Van uitzicht, hè? Nou, ik blijf erin staan. Ik durf daar helemaal niet te staan. Nee, hier kun je wel op, Hendrik. Nee, ik blijf hier. Nee, kom maar, man. Ik ga er niet staan. Echt niet? Nee, oh, afschuwelijk vind ik het. Afschuwelijk. Blijf je in de lift? Ja. Nou, dan doen we met Ronnie. Waarom? Ik heb hoogtevrees. Ik vind het afschuwelijk. Maar je hebt wel het lef om naar boven te gaan. Ja. Ja, ik durf daar echt niet te staan. Dan word ik helemaal in mijn rek. Als ik het zie al, dan word ik al niet goed. Kijk, hier is de hoofdingang. Daar zie je de megatent. Daarachter zie je een nieuw festivalterrein. Dat is het Valhalla. Dat is festivalterrein op de camping. Met het rock'n'roll circus onder andere erin. Dan hebben we hier beneden de GoFest Stunt Arena. En dan hebben we daarachter de crossbaan. En dan hier het festivalterrein met het hoofdpodium wat ze nu aan het bouwen zijn. En de camping, daar is de ingang, bij die zwarte hekken. En dan is alles tussen daar en hier, zeg maar, camping. Tot en met daar die zwarte hekken. In totaal is het iets meer dan 100 hectare. Dus dat is best wel groot. Hij neemt een aanloop ongeveer vanaf daar. En daar hebben de coördinatoren die met hem samenwerken precies uitgerekend wat voor, hoe hard hij moet gaan. En dan houden ze rekening met de windrichting en weet ik wat allemaal nog meer. En dan is het helm op en aantrappen. Nou, je durft bijna niet op de rand te kijken, maar hier die sprong maken om daar te landen, zeg maar. Dus het is wel een dingetje. I'm gonna burn it down, down, down. I'm gonna burn it down. Er is één richtingsverkeer, andere kant opsturen. Oké, over. Het kasteel van net vond ik heel mooi. Ah, het is gewoon leuk om te kijken wat er allemaal voorbij komt en hoe gekker hoe mooier natuurlijk. Dus dat is echt super. Ja. Al wat geks gezien? Ja, zo net kwam er nog eentje voorbij in zo'n tankwagen die ze helemaal omgebouwd hadden. Nou ja, alleen al hoeveel tijd en energie dat ze erin steken, dat is natuurlijk hartstikke mooi om te zien. Ja.
moet wel zeggen dat we toch iets gedood hebben. Ja. Ik was er wakker voor. Wij, de bestuurder hier vragen wat hij nog bezig heeft, wat eruit moet. En als hij dat zelf aangeeft, haalt het eruit. Dan controleren we de caravan nog een keer of wat hij ook bezig heeft. We geven aan als de Brenzen van gooi, dit mag niet mee. Maar er is eigenlijk niemand die moeilijk doet. Want in principe weet iedereen het. Maar het is toch een beetje een uitdaging toch te proberen. Je hebt ze allemaal opgezopen, ja, al 40 kilometer voordat we hier waren. Ja. Hoeveel mensen leggen jullie hier? 16. 16. Wat heb je aangetroffen vanmorgen? Wat hebben we aangetroffen? Op zich vrij weinig nog. De meeste mensen kennen de regels goed. Dus wat je af en toe nog aantreft is iets te veel bier waar eigenlijk niet meer mee mag. En het mooiste was wat we aangetroffen hebben was een dubbele bodem. Dus het was vol met bier. Dat is helaas pindakaas, maar je kunt het inleveren. Hoeveel liter? Hoeveel liter? Nou, ik denk toch zeker dat we al op een kleine 1000 liter zitten hier alleen al. Het is allemaal heel goed verstopt in de tas. Ja, niet meer komen ze. We hebben al je goede Martini, wel genoeg. Alleen houdt het ding kocht voor de Zwarte Cross. De beste man heeft er 50 euro afgepingeld. Hij heeft het ding voor 950 euro gekocht. En er zat er een dak op en alles. En het jaar erop hebben we gebruikt voor de carnaval. Hij heeft de dakleer opbraan en water dichtgemaakt. En heel de kasteel van gemaakt. Hij heeft een paar carnavals optochten met dan. En toen heb je met naar de Zwarte Cross. Slapen jullie hier ook in? Je hebt 12 bedden helemaal afgetimmerd. Je hebt stroom, water, we hebben een wasbakje met een mooi spiegeltje ervoor. Je hebt alles strak en ja, zoals in Afrika jaloers op mij. Pas op voor de blikjes, hè? Ja. Harm, wakker worden. Het gaat beginnen. Harm? Harm? Hi. Het gaat beginnen. De Zwarte Cross. Harm, je moet de step keuren. De step moet je keuren. Ja, wacht eens. Het gaat beginnen, Harm. De Zwarte Cross. Zwaai maar even. Harm gaat waarschijnlijk de Zwarte Cross missen. Maar gelukkig heeft hij nog de herinnering van vorig jaar. Wil je nog thuis aan iemand de groetjes doen? Nee, ik heb alles wat bedierbaar is, heb ik bij me. Ik zie het. Ja. Een hechte relatie. Het is ook echt zo'n fijne meid, ze zeurt tenminste niet, weet je wel. Allemaal om geeft. Lekker potje bier, motorrijden, als het maar gezellig is en mooie meiden. En dat is de Zwarte Cross.
Zwarte Cross vind ik echt helemaal uniek. Ja, hè? Ja. Zonnetje schijnt, de tent zit vol, we gaan beginnen. Rock and roll. Gijs? Ja, zonnetje schijnt, de tent zit vol. Rock and roll. Rock and roll. Ja, zonnetje schijnt. En de tank zit vol, en is gasten bij. Ze hangen met de benen al uit de camping, hè? Ja, dat moet ook. Ja, het is hartstikke druk. We hebben het idee dat de camping al bijna uitverkocht is, dus het gaat hartstikke goed. Spannend, het gaat beginnen. De opening, de aftrap? Ja, gaat nu gebeuren. Tante Riki. Die staat klaar. Wij lopen mee. Veel plezier, jongens. Ja, jullie ook. Zwarte Crosses! Ze roepen Tante Riki, Tante Riki. Nou, dat is mij. Doet me heel wat. Want u bent eigenlijk de moeder van de Zwarte Cross. Ja. Hoe is dat zo gegroeid? Nou, we hebben in het eerste begin bij iemand in de wei, in bij Anne Zwilling, bij Tunde Zwilling. Daar is daar begonnen, Zwarte Cross. En die jongens hadden een keer tegen ons gezegd, oh, dat lijkt me wat, de Zwarte Cross. Dat is illegaal. Ik zei, dan mag dat dan. Ach, dat doen we toch, zeggen ze. Nou, en zo is dat ontstaan. En het is heel leuk en dan kun je wel zien hoe mooi opgezet is. Alles met mijn foto's erop. Nou, ik vond het zo hartstikke mooi. En om het een traantje bij te laten vallen. Wat heb je er allemaal gedaan? Ik heb een poegframe met een MT-blok, 100 MT-blok eronder gemaakt. En een of andere crossmotor voorvork. En een FS1 achterwiel erachter gezet. Dus een klein crossmotortje van gemaakt. Waarom doen jullie mee met de brommenklasse? Ja, omdat ik zo'n ding nog had staan. Voor andere jaren. Dus dan hoef ik niks nieuws te bouwen. Dit zijn nog wel de hele oude getrouwen, hè? Daar bent ze ook. Vele jaren nood. Hoop vakwerk. Ja. Helemaal berekend. Perfect. Wat betekent die Zwarte Cross voor jullie zo op zo'n brommetje? Ja, dus dat stelt niks voor. Het gaat voor ons gewoon voor muziek, een biertje drinken, gezelligheid. Dat is de hoofdzaak. Allemaal gezellige mensen bij elkaar. Allemaal hetzelfde soort. Ze zijn aangetrapt. Motortjes doen het. Het is de brommenklasse. Een van de leukste klasses op de Zwarte Cross. En daar zijn ze dan. De kleine jongens, de brommers op de Zwarte Cross. Het hart van de Zwarte Cross. Want hier is het al die jaren geleden mee begonnen. Een paar brommetjes in het bos. Bakkie bier erbij. En gewoon gezellig onder elkaar wat stunts uithalen. Het zijn echt de liefhebbers hier. Die veel tijd daarin hebben gestoken. In het bedenken vooral.
En dan nu genieten. Genieten van de aandacht die ze krijgen van de rest van de camping ook. De rest van de renners en al het publiek wat er omheen zit. En kijk maar eens wat er in de rondte rijdt. Het zijn vooral de helden van de mannen van vroeger die het doen. Het zijn de koeien, het zijn de popsterren, het zijn de stripfiguren en het zijn de brommers. Want dat blijft erin zitten, hoe oud ze ook zijn. En we zien ze van allerlei leeftijden hier, ook in de brommerklasse. Dat gaat van net brommer gerechtigd, 16, tot echt heel dik in de 60. Een blauwe gehelmde cowboy. En rijdt hij dan achter deze Mexicaanse bandiet aan? Je weet het niet. Zinloos verwekt over een van de vicepremiers die we hebben. En Rauwvoet is hier niet echt populair natuurlijk. Alles wat hier gebeurt ziet Rauwvoet niet graag gebeuren. En daarom word je nog alles te pakken genomen, denk ik, als beleidsmaker. Hoewel, daar is toch een Rauwvoet aanhanger die gelijk wraak neemt. Van alle markten zijn ze hier thuis. En hier zijn de duiveltjes weer. Zag ze voor de cross. Nu ziet ze nu rijden. En zo is het voor deze brommetjes. Gewoon rondjes rijden. Bekeken worden, maar ook kijken zelf. Naar het publiek. Kijken hoe dat publiek weer reageert op de creatie die gezonnen is. En of er een winnaar is? Nee, die is er natuurlijk niet. Het is vooral jezelf laten zien. En of je nou eerste wordt of laatste wordt. Op het moment dat je rondjes aan de rij bent, houdt niemand meer bij hoeveel rondjes. En dan is het ook zo dat er dus niemand meer vooraan of achteraan rijdt. Dan is het gewoon rijden tot de tijd op is. En dat is een waarheid als de zwarte cross is. De brommerklasse wordt afgevlacht. Dat betekent dat de mensen hun rondjes hebben mogen rijden. Dat ze bedankt worden en dat ze heerlijk weer mogen feesten. En doorgaan. Ervaring van een lifetime, hè? Ja, doe maar, Bas. Doe maar. Goed zo. Basje, dankjewel, hè. Alsjeblieft, sir. Ja, ik wist niet. Ik stond gewoon gezellig naar die toren te kijken. Ja. En voordat ik het wist, had ik even mijn broek om mijn enkels. Doe alles maar even weer goed dicht, hè? Ja. Want dat is Kenny voor de kijkers van Omroep Gelderland. Nee, wou je nog aan iemand de groetjes doen? Ja, joh, Gelderland. Gelderland is goud. Dat is de eerste keer, dus je moet daar een beetje onder vragen. Nee. Dat is de eerste keer zwarte cross? Ja. En? Leuk. Ik rust geen bier, maar ik drink bier. Dat zegt dan genoeg, of niet? Ja. En dat weet je vader en moeder nu ook? Ja. Holle backwif, ik zet de zoek. En daar gaat het om, de hele zwarte cross. Dat is een zwarte cross? Dat is een zwarte cross, daar gaat het om. Lekker gek doen en nens wat van aantrekken. Daar gaat het om. Zuipen. Mannen kijken. Blubberen. Blubberen? Met de weer wel. De sfeer is beter dan het weer. Hij is wel lelijk hoor trouwens. Jullie gaan wel knippen toch? Nee, jou laten we er echt helemaal in. Plezier, vermaak, alles is hier. Van jong en oud. Geen ongetogen woord, echt waar. Wil je nog aan iemand de groetjes doen? Ja, aan mijn pa en ma. Hey, pa en ma. En mijn vrouw, die zit thuis. Die is zwanger van mij. Oké. Pa en ma, de groeten. Groeten van Ries en zwangere vrouw. Groeten van mij. En hij stopt. Oké. On adore les voyages, bien qu'on ne voyage pas souvent. On adore les gitans, bien qu'on les voit de temps en temps. Moi qui voulais être président, je ne suis même pas étudiant. Echt aanraden! Neemt nu een heerlijk ontspannen anti-cross-kramp. Ja, daar is weer iemand. Lekker. Goed ontwikkelde spieren. Ja, is wel lekker zo. Is goed voor je rug, want ik heb de hele spieren vaak vastzitten. Dit is gewoon een doorsmeerbeurtje, hoor. Met verse olie, hoor. Olie wordt ververst. Elke keer weer. Lekker stoeltje? Ja, ik zit lekker. Nou, is goed uithouden hier. Goed uitzicht? Ja, bij de relaxcorneren. Dus even relaxen en dan weer knallen straks. Ah. Ah.
hein. J'ai vu toutes les villes de la Creuse, j'ai vu tous les bistrots à Nantes. Ma vie n'en est pas plus heureuse, mon âme. Mooi ingericht, hè? Eigen tafje. Ik kan eigenlijk een eigen barretje beginnen. Wat denk je, dat doe ik even? Ja, dat doe je niet zomaar even. Daar komt heel wat voorbereiding voor. Zoals? Oefenen met tappen. Waar heb je zo'n beetje even tijd voor mij? 5 biertjes voor de avond. 5 biertjes? 5 biertjes. J'ai vu tous les dunes de la Creuse, j'ai vu tous les bistrots à Nantes. Weet een kleine die wat doet, dan een grote die. Die niks doet. Drie hele energieke jonge mannen die echt de ouderwetse Amerikaanse country uitdroegen. En een heel leuk, heel mooi cabaret. Ja, Theaterweide is eigenlijk het allermooiste. Ja, het is voor mij eigenlijk de Zwarte Cross Theaterweide. Ja. Want? Ja, hier heel veel creativiteit, veel cultuur, heel veel humor. Nou, daar kom ik echt voor. Hartje zomer en dan denkt de vrouw maar aan één ding. Nou, dan denk ik aan samen met jou in een arreslee. Nou, het is de Zwarte Cross, hè? Oh, Rob. Ach ja, zo wat zit je in een heerlijk rijtuigje met 4 prachtige rendieren. De achter gaan draaien. Ja. Werk allemaal. Oh, dat werkt allemaal mooi, hoor. Ja. Ja. Met een stel vrienden bij elkaar en dan is de ene Zwarte Cross afgelopen. En dan begint de andere Zwarte Cross weer. En dan mogen we denken. En zo zaten we bij elkaar en we zeiden, we gaan iets bouwen. Ja, misschien eens in de kerstfeer. Nou, en op een gegeven moment daar we een klein voorbeeldje. En dat hebben we nagemaakt. Dat was gewoon een samurai, 4x4. Nou, die hebben we gekocht op internet en die hebben we gesloopt. Nou, alleen de 4 wielen en de motor was nog over. En de rest hebben we erom opgebouwd. En eerst waren we met andere lagertjes bezig, maar nu hebben we alles met lagers gedaan. Dus het draait allemaal optimaal. Nou, we zijn vanaf de kerstdagen bezig. Zo na een paar avondjes in de week en zaterdags met een clubje bij elkaar. Pulsje erbij. Nou, en dan komt het altijd goed, hè? Die jongens krijgen allemaal een kerstpak aan. Een baard. En zoals als een hele kerstman. En wij als bestuurders. We zitten met 2 man. En dan hebben we een rendierkop. En we krijgen nog een rendierblouse aan. Dan zijn wij de bestuurders van de VL. Zo, ja. Ho. 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 Niks ho. Gassen. Ruik ik olie? Ja, ja. Ja, maar dat gewoon even helpen. Dat is nu het mooie van een proefrondje. dit mag op de baan niet gebeuren. Alleen de molder moet nog even nakijken. Lekjes olie, dus verder is... Oké. Nou, jongens. Proost, hè. Hai, u! Kan op de Zwarte Cross, hè! En daar zijn ze. De eerste specials uit Heibloem. Limburg, Limburgse vlag is te zien. Niks wippen, schommelen. En denk eraan dat hier tijd in zit, hoor.
Hier hebben we er een. Flintstone mobiel. Met Fred en Barney. En Wilma misschien achterin. En dit zijn onze mensen uit Uddel. Die midden op deze bloedhete julidag met rendieren aankomen. En dit is zo'n mooie wagen. De rendieren zijn van wilgetenen gemaakt. En het is een agressieve schildpad, lijkt het. Ja, hij gaat ook agressief. En nog meer uit de zee, een haai. Met een doodskop voorop. Ik kan niet zien waar ze vandaan komen. Maar dat ze lol hebben, dat wel. Dat zie je wel. Zelfs aan het krijgen eraf. De rift, daar valt al een stukje af. Het is ook uitdelen natuurlijk op de Zwarte Cross. De mensen delen graag hier. We swaffelen erop los met de Zwarte Cross. Nou ja, voor de mensen die het nog niet weten. Swaffelen is het nieuwe woord geworden toch in 2008. En 2009 gaat dat door. En swaffelen is ja, met een half zwolle lid ergens tegenaan kloppen. En dat mag dan overal. En daar is een klein botsautootje met een Amerikaanse vlag. Gewoon op wieltjes gezet. En die houdt het nog net, zeg. De oranje petjes van de Zwarte Cross vinden een gretige aftrek. Hier zijn de Rolls Boys. Met z'n allen en een schoen. Maar wel helemaal goed nagebouwd. Hè. Letten we even op het remblokje ook aan de voorkant. Kijk eens ook aan het ook. Boom. Ja, daar zit je al in de gehandicaptenstoel en word je nog bijna aangereden. Hi. Dat gelooft ook niemand als je dat vertelt dan. Smakelijk, meneer. Deze hadden we nog niet gezien. Een roller disco ballet. Ja, je moet er maar opkomen. Je moet het ook maar durven. Of te gaan roller disco. Blijven staan ook. En ook de chauffeur moet natuurlijk kunnen blijven rijden. Maar die is volledig geïntegreerd in de roller disco. We hebben een superhelden van een roller disco, dames en heren. Ja, dit zijn wel de mensen die zorgen voor ongedwongen lol in die roller disco. Ze zijn in ieder geval goed beschermd door de koor. Top, ik zal even vragen hoe je hunt te doen. Helena. Kijk eens even naar speciaal voor jou omgeving. En roken. Ja, het is af en toe een hele hoop herrie. Dat is altijd wel even wennen, weer, als je er bent. Je moet er even doorheen. Do you know any Dutch songs? Yeah, what do you want to hear? Normaal? Jan Smit, oké. Je komt de dokter vroeg of laat. Oh, goed, nee, nog wel, oké. Doe maar. Oké. Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee, aangenaam betoog. Wel, ik was als vergeet, u heeft moed om verliefd te zijn. Ik zit hier dus nu met The Fragment. You are, they say, the most unknown known band of Holland. I switch off the cameras. You'll destroy that image. Yeah. Yeah. No, yeah, we are. We do loads of gigs. We play about 150 times a year. And if you know us, you know us. And if you don't, you don't. We never had a hit. We feel the Ahoy Twice. And yeah. I know, the Ahoy Twice. That's not nothing. That's huge. Yeah, well, yeah, at the time it was. It's very big. Fucking big, yeah. Fucking huge. Not as big as the Mega Tent, though. The Mega Tent's bigger. Yeah, probably yeah. is, yeah. Yeah, yeah. Mega Tent, we think it's bigger. About the same, yeah. Okay, so what do you think about here in the Achterhoek? Well, I think this is the best festival I've ever been to. It's just brilliant. For 3 days, you're walking around laughing and stuff. It's great, yeah. And you all speak a little bit Dutch. Yeah, yeah, a beetje. And jij ook. So, kom goed. Ik ook een klein beetje. Yeah, so kom goed. And hij spreekt heel goed Nederlands. Ja, yeah. En hij niet. Ik kan een beetje, maar hij heeft het gestudeerd. Why did you study Dutch? Why? In God's name. Well, okay. You want me to? I'll tell you what. I'll answer in Dutch. Yeah, go. Ik wou eigenlijk gewoon muzikant worden, maar ik moest van mijn ouders naar de universiteit. Ik moest gaan studeren en. Ik kon heel goed, nou, best wel goed Duits. En ik heb Duits gestudeerd met Nederlands erbij. En dus ja. En ik heb het gehaald en toen ben ik naar Nederland gekomen. Ja. Oh,
Want het is wel een beetje raar. 82 jaar te rillen op mijn benen. Oh, I'll say it's been fijn. Oh! Oeh, la 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 la. Oh, zij is van mij. Jullie kijken naar The Fragment. De undercover tent, einde van de eerste dag. Het is echt zo'n momentje. Even... Ja, dat is wel mooi, hè? Even bijkomen. En hier gaat het feest nog even verder. Ja. Maar wij zijn er morgen weer. Proost. Wel rusten. Proost, Rob. Was leuk. Ik vond het gezellig met je.